Hier van het Cannibal Team, tweedejaarse belofte. Je bent een van de jongste rensters binnen de tweedejaarsbelofte, denk ik. Hè? Dat klopt. Ik ben van 24 december, dus dat is het einde van het jaar. Dan ben je meestal de allerjongste. Heb je daar een beetje angst voor om te gaan presteren? Want jij wordt ook beschouwd als een van de grootste talenten. Zeker binnen het team en verder buiten ook, denk ik. Hè? Angst zou ik het niet direct noemen. Oké, soms geeft het wel een beetje druk, maar dat is denk ik gezonde druk. Die druk laat mij goede resultaten rijden, dus dat moet wel goed komen. Ik ben al langer de jongste geweest, dus dat is niks nieuw. Daar kan ik tegen. Is het een voordeel of een nadeel de zus te zijn van een Vlad van Mechelen? Ik zie niet een voordeel of ook geen nadeel in. Het blijft gewoon mijn broer. En... Je kijkt er waarschijnlijk naar op. Geeft dat jouw steun? Geeft dat jouw tips? Oei. Of doe je het juist andersom? Nu moet ik oppassen wat ik zeg, want hij mag niet gaan vliegen. Het is moeilijk om te zeggen dat je heel hard opkijkt naar je broers of zussen. Maar natuurlijk, ik kan zeggen, hij is een goede renner en wij trekken elkaar op aan elkaar. Dus als hij een goed resultaat rijdt, moet ik dat natuurlijk ook proberen te evenaren. Soms is dat moeilijk, soms gaat dat, dus we trekken elkaar wel op. Ik heb jouw broer leren kennen als iemand met ontzettend veel ambitie, ontzettend veel durf. Ik merk dat ook bij jou een beetje op, hè? Ik denk dat dat zo in onze familie zit, dat we geen blad voor de mond nemen. We zeggen gewoon waar het op staat. En daar hou ik wel van dat wij zo open zijn. Want je hebt mensen die dat... Ja, hoe moet ik het noemen? Ik kan daar niet echt nu een woord op plakken, maar soms moet je gewoon zeggen hoe het is. Wat zijn jouw minpunten als je die hebt, Gloria? Mijn minpunten. Ik denk dat een van mijn minpunten zijn dat ik zo... Iedereen zegt het meestal, luiheid. Soms moet je iets doen wat je niet graag doet. Dat hoort er nu eenmaal bij. En bij mij... Trainen? Trainen is niet echt het geval, zou ik zeggen. Misschien meer in het verleden, maar nu, onlangs zoals vandaag. Het was slecht weer, het was koud, maar ik heb toch 5 uur gaan rijden. Dus ik zou niet zeggen dat ik daar op dat vlak lui ben. Ik denk dat ik eerder op het vak van school lui ben. Wat ervoor gezorgd heeft dat normaal vorig jaar was ik klaar met het school. Nu zal ik mijn jaar opnieuw moeten doen. En natuurlijk dwarsboomt dat mijn wielercarrière. Dus had ik daar niet zo lui geweest, had ik een voordeel gehad, wat nu een nadeel gaat worden. Maar dat hoort er ook bij. Is het mogelijk die combinatie van school en wielrennen op topniveau? Niet makkelijk, denk ik, hè? Nee, dat is zeker geen makkelijke combinatie. Vooral het school doet zeer moeilijk, vooral op stages bijvoorbeeld. Wat doe je? Ik doe ASO sportwetenschappen, dus dat is een van de hoogste richtingen dat er zijn. Mijn broer die is ondertussen naar TSO afgezakt, maar als vrouw kun je het niet permitteren om... je kan dat wel doen, maar in het vrouwenwielrennen is er nog altijd minder verdiensten dan bij de mannen. Dus je moet proberen een hoge studie te doen en een goed beroep te vinden, omdat er is een kans dat je het niet gaat halen als wielrenster in de sportwereld. Welke wedstrijd wint Gloria van Mechelen? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Natuurlijk zou ik het liefst willen zeggen dat ik een goed resultaat ga rijden op het WK voor U23 dat er dit jaar gaat zijn, of het EK, maar iedereen wil daar goed rijden, dus dat wordt niet simpel. Ben je zo goed als zeker van jouw selectie? Dat zou ik ook nog niet zomaar gaan zeggen. Natuurlijk, het is veel makkelijker dan bij de elite te worden geselecteerd. Bij de U23 is de kans veel groter. Dus er is een kans, dat ga ik niet nee zeggen, maar het wordt ook niet simpel. Ik ga ervoor moeten werken. Rijdt Gloria van Mechelen alleen weg? Geen veld, geen piste? Nee, veld en piste heb ik vroeger gedaan, maar dat ligt nu niet meer echt in een van mijn doelen. Ik ben mij puur op de weg gaan focussen. Dat is wat ik ook het liefste doe. Het is een ziekte binnen jouw hele familie, denk ik. Hè? Die combinatie van broer, zus, vader, moeder, dat lijkt me toch een beetje heel moeilijk, hè? Moeilijk? Ik zou het niet direct moeilijk noemen. Ik denk dat het juist wel plezant is dat iedereen... Uiteraard, ik bedoel moeilijk om iedereen te gaan volgen en dergelijke. Ja. Je bent waarschijnlijk ook niet veel thuis, hè? Nee, dat klopt. We zijn niet veel thuis. Het is oftewel mijn broer die weg is voor de koers of ik die weg ben. Dus er is altijd wel iets te doen bij ons thuis. Laatste vraagje naar jou persoonlijk toe. Wanneer is Vlad van Mechelen... ik spreek al van Vlad. Gloria van Mechelen tevreden over haar seizoen? Wanneer ben ik tevreden over mijn seizoen? Dat is moeilijk om te beantwoorden. Ik denk... Moest ik toch een paar mooie resultaten kunnen rijden en vooral zien dat ik een stap maak met vorig jaar. Wat zijn mooie resultaten? Mooie resultaten. Ik zou toch graag een top 10 plaats kunnen rijden in een van de grote koersen tussen de vrouwenelite. Dat lijkt me voor mij zou dat al een overwinning zijn. Toch nog een klein vraagje. Wie is jouw idool? Mijn idool? Dat was altijd Peter Sagan. Natuurlijk is het nu een iets moeilijkere periode voor hem. Maar bij de vrouwen ga ik nog altijd van vroeger tot nu Marianne Vos. Ouders onzeker, hè?
Hoe? Ouderdomsdeken, je gaat door. Ja, ik ga door. Allee, veel succes en ook succes voor je broer. Dank je wel.